dit soort dingen vind ik leuk om te doen. Vogels. Vooral vogels. Kat. Beetje, ik mix een beetje het realistische met het oldschool, denk ik. Ja. Ik ben onder andere ladder begonnen. Ik heb al in meerdere shops gewerkt als schoonmaakster, floor manager, hoe je het wil noemen. En doordat ik toch al redelijk vol zat en veel interesse had in tatoeages, ben ik gaan tatoeëren eigenlijk. Het is echt toch wel een ambacht, merk ik. Dus je moet echt bij een tatoeëerder in de leer gaan. Dan ben je een jaar bezig met alleen maar tatoeëren. Ik krijg geen salaris, dus je moet wel spullen kopen. Je moet hier heel de dag zijn. Je moet ook alles zelf tekenen, heel veel boeken lezen, heel veel over de geschiedenis van tatoeëren weten. Je moet er heel veel voor opgeven, vooral de eerste periode. Het is heel veel aan het veranderen. Tegenwoordig op YouTube kan je gewoon filmpjes kijken waar ze stap voor stap laten zien hoe je het moet doen. Nee, ik vind helemaal geen goede ontwikkeling. Omdat de kwaliteit heel vaak heel slecht is. Maar ook omdat het gevaar is voor gezondheid. Mensen gezien met kraters in armen en ontstekingen. Omdat ze gewoon met vieze spullen werken, bijvoorbeeld. Ik ben Erik. Ja, ik doe tato's zetten bij mensen en zeg maar 6 maanden dat ik gewoon volledig bezig ben. Ja, ik ben er wel blij mee dat ik het doe. Ik werkte hiervoor bij Rotap. Ik deed daar afvalcontainers ophalen en op een gegeven moment moest ik daar weg. Wel verder gesolliciteerd, maar ik kwam er niet uit. Dus heb ik dit mee begonnen. Eigenlijk van ja, een kennis begonnen. Ik kwam bij hem op visite en ik moest een tattoo sowieso een naam weg laten halen bij hem. Heb hij mij de machine in mijn handen gegeven. En toen heb ik bij hem een klein dingetje moeten zetten. Maar ja, ik vond het zo leuk dat ik het heb gedaan. En op het internet gegaan en een paar plaatjes bij elkaar gehaald. Proberen zelf na te tekenen. Ja, het is me goed uitgepakt. Ik heb het op mijzelf geprobeerd. Ja, en het is tevreden. Die heb ik bij mijn oom gezet. Daar stond een doodskop. Stond daar zo. Heb ik veranderd naar een pantenkop. Nou, hij is geslaagd. Nou, het is bij mijn zusje gezet. Een bloem met de geboortedatum van mijn zoon. Maar mijn oom liet me schrikken, dus de 8 is een beetje vervaagd. Tatoeëren is super moeilijk om te leren. Je moet je huid stretchen en je moet niet te hard, niet te zacht, je volume. Je mag maar zoveel wat draaien, weet je. Dus ik zou het zelf nooit geleerd kunnen hebben. En nu kan gewoon, jouw lul kan gewoon een machine kopen en zijn inkt en zijn naalden. En die gaat gewoon voor zichzelf beginnen. En dat is een doorn in het oog van iedere tatoeëerder. Ik begrijp de kritieken van de mensen uit het vak wel. Als je bedenkt dat zij een bepaald offer hebben gebracht en sommige mensen dat dus willen overslaan, dus eigenlijk gewoon de makkelijke weg kiezen en vervolgens ook boven hun kunnen gaan tatoeëren. Ik begrijp die kritiek heel goed. In mijn geval gaan ze gewoon niet op. Dus ja, waarom zou ik me daar iets van aantrekken? Hoe groot? Zoiets denk ik. Ja, voor de hand komt ook nog erop. Ja, die wordt ook groter, hè? Ja. Ik ben Karim, om het kort en bondig te houden. Ik maak autonome kunst, dus ik maak eigenlijk gewoon waar ik zelf zin in heb. Als daar een tatoeageapparaat aan te pas komt, dan gebruik ik die ook. Ik tatoeëer echt alleen wat ik zelf wil doen en wat ik zelf leuk vind. Het zijn vaak ook mensen die doeken en tekeningen van me kopen. En die zeggen, ja, ik vind het ook wel te gek om iets van jou op mij te hebben. Of mensen weten, die een band met mij hebben en zeggen, ik vind het te gek dat jij op mij tatoeëert. Ja, ik kom liever hier thuis omdat ik... Ja, het is een vriend van mij, dus het voelt als een soort thuis. Plus dat ik met hem gewoon goed kan communiceren over hoe we het gaan doen. Plus ik vertrouw hem echt, weet je wel. Dus zijn allereerste tatoeage, gewoon die hij ook bij iemand heeft gezet. En dit is de laatste die hij bij mij ook heeft gezet. Dus dit is zeg maar het verloop van... 4 maanden. Hey! Hey. Hallo. Goedenavond! Goedenavond! Hey Jim!
Hallo. Hallo. Oké, we moeten even, ik wil een beetje, want jij, wat wil je hebben? Ik wil wel die lange schedel. Okay. Dan wordt het bijna een kolibri. Nee joh, het is een kiwi. Ja. Ik ken die vogel helemaal niet joh. Dat is een fucking snip. Jullie luisteren hier echt zo. Ja, ik dacht vanochtend, oh dat is wel tof. Een vogelschedel. Nou, laat ik dat doen. Ja, dat vind ik ook wel wat vetter. Dat gewoon 9 van de 10 echt nog niet weet wat ze op de avond zelf. En dat is ook wel weer vet. Ja, maar dat is ook wel het leuke aan het thuis tatoeëren. Dat je gewoon iets verzint en dan ga je hem zetten, weet je. Want anders... Vaak heb je als je naar een shop gaat, dan heb je hem al heel lang in je hoofd. En dan ben je hem eigenlijk ook alweer een beetje zat voordat je bij die shop bent. Ja. In ieder geval dat heb ik vaak. Ja. Ja, ja, maar hier is het zo plat. Yes. En dit is history, hè? Kijk, dit is die eerste. Dit is mijn allereerste tatoeage ooit. Ik dacht er niet zo superveel toen ik. Gewoon proberen. Ja, ik weet niet, maar toen wisten we nog eigenlijk niks van hoe je iets moet zetten. Dus dan doe je gewoon maar een beetje wat. Soms heb je wel, denk je wel, de dagen daarna of de dag daarna van tering. Fuck, is dat nou? Nee, maar echt. Tering. Ik heb best wel veel battle tering. Sommige zijn niet zo goed gezet. Deze heb ik nog bij mezelf gezet laatst. Maar dat ging ook niet zo goed. Kijk, ik heb allemaal van die kut dingen. Maar hier, deze kan ik wel weer om lachen. Maar het is wel, als ik nou in de douche uitkom en dan zie ik mezelf naakt, dan moet ik wel een beetje ontzettend lachen. Hard lachen altijd. En dat vind ik serieus, dat maak ik wel iets serieuzers van daarna. Want dan denk ik wel, ja, ik ben blij dat ik mezelf niet zo heel serieus neem. Het zit toch op je huid, dus je kan er wel op gaan haten. Maar aan de andere kant heb je er gewoon vrede mee en is het ook best wel tof. Ik denk dat ik hem toch nog ietsje naar beneden wil. Ja, godverdomme. Ja, sorry man. Hoe wil je hem? Wel naar beneden. Een klein beetje meer hier. Dan is het geheel meer hier. Wil je dat drinken? Kijken. Zo? Ja. Anders teken ik hem nog een keer. Schraap hem er even af en dan... Ja, kan je dat doen? Ja, ik kan dat doen. Mijn lichaam. Doe maar even. Tatoeëren is een lijntje trekken. Iedereen kan best wel een lijntje trekken. Maar een shop is gewoon te duur voor sommige mensen. Die kunnen het gewoon niet meer betalen. Als jij een klein tatoeage moet je al 50 euro. Een naam in je nek is al 50 euro. Want dat is gewoon te duur voor mensen. Ik heb er 100 euro voor betaald. En dan vinden ze gek dat mensen naar thuis tatoeëren gaan. Zelf naar eigen schuld, dikke bult. Nu gaan mensen thuis tatoeëren. Staat vrij. Schat, met de fles. Van de lijnen. Ja, weet ik. Maar ik deze van schudden. Die heb ik daar toch nodig, dus schud ik hem nog eens. Nou, de kwaliteit. Oké, een shop, je zit daar in een stoel, in een speciale tatoestoel. Ik heb dat op dit moment nog niet, ik ben er wel mee bezig. Maar op dit moment zetten ze gewoon thuis, gewoon bij mij boven, ik tatoeëer ze. En de kwaliteit is gewoon hetzelfde, maar ze zitten gewoon. En ze zitten niet in een tatoeagestoel. Dat is gewoon het verschil. Ja, dan zie ik toch de resultaten van. En dan zie je wat nog een beetje bijgelijnd moet worden. Nou, sommige lijnen zijn hier niet goed gepakt. Maar kijk, op een gegeven moment kleur ik het in en dan is het weg. Maar omdat zij beweegt met de spieren, dan zie je dat ook. Hier bewoog ze een hele stuk. Maar ja, ik heb altijd alle vertrouwen aan hem, dus dat scheelt. Het enige bij wie ik mocht laten tatoeëren is ook bij hem. Omdat ik hem vertrouw. En je laat wel een met een naald en je weet het over je benen heen gaan. En ja, sorry, dat laat ik dus echt niet bij de eerste de beste doen. Betaalt hij niet voor, hè? Allemaal liefde. Meestal is hoe meer het werk dicht bij mij staat, dus met andere woorden, als het compleet mijn eigen tekening is of zo, dan zullen mensen er eigenlijk niet voor hoeven te betalen, want dan gaat het om mijn ontwikkeling. Is het iets, om het zo te zeggen, een vriendendienst? Vraag ik alleen mijn tijd.
En ja, dat is natuurlijk het mooie, hè? Als het dingen zijn die dicht bij je staan, waardoor jij dus inderdaad beter wordt in datgene wat je wil doen. Dat is uiteindelijk ook wel waar het voor mij om gaat. Het werk kunnen maken dat ik wil maken. Very nice. Thanks, ouwe. Geen probleem, hè? Laten we even een goed die tafel vrijmaken. Dan. Of deze tafel vrijmaken. Dat we even een 12. Ik had laatst over nagedacht. Ik vond 12 wel een heel mooi getal. Ik snapte opeens al waarom er was gekozen voor 12 uur in een dag en niet 10. Ik vond dat vroeger altijd zo belachelijk. Oké, deze al opplakken werken. Dat dit ga je in een tattoo shop nooit vinden. Dat je met je vrienden bent en dat het een avond of dat is. Dus je hoeft niet per se getatoeëerd te worden, daar gaat het helemaal niet om. Maar, ja, maar dat is ook op zich wel interessant aan dat een vriend het dan zegt, weet je. Want het is niet alleen een herinnering van een plaatje, maar ook gewoon een herinnering van wie hem heeft gezet. In plaats van dat je naar een shop bent gegaan en hem daar hebt gezet. Willem, wil je even die handschoenen en die... En die doos daaronder even aangeven, één naald uit aangeven. Was het al super dom? Ja, toppie. Vond die neus ook mooi? Kanker. Ja, zo'n neus. Ik zou even easy on the beer, want je bloed is rundluw. Maar ik vraag me wel af, al die tattoos zien er nu nog goed uit, maar volgens mij zijn dit wel tattoos die gewoon allemaal over 20 jaar is het echt niks meer. Jongen. Nou, dat weet ik niet. Uitgezakt gaan. Ja, maar dat is met elke tatoeage. Dat vraag ik me af of daar verschil in zit. Nou, we gaan het zien. Ik heb ook al vaker gedacht natuurlijk van over 30 jaar ga ik dit echt niet meer vet vinden. Maar later ga ik er ook wel gewoon vrede mee hebben. Van ja, dit was toen. Ik bedoel, waarom zou ik ontkennen dat ik zo'n leven geleid heb? Nee, over 5 jaar zou ik gewoon een shop hebben. Ben ik 100% zeker. Hoeft niet al te groot en ook niet al te klein te zijn. Maar als ik mijn klanten binnen kan hebben, die gewoon normaal kunnen zitten in een hoek waar koffie is, waar het niet meer nader is, dat ze dat kunnen pakken. En dat wil ik wel doen. Hier is de limonade ook gratis. Ja, ik weet, je kan het toch niet stoppen. En ik vind het misschien ook nog wel erg grappig. Maar ik denk, als mensen zich echt verdiepen in tato's en als ze echt getatoeëerd willen worden door een goed iemand, kan je dat makkelijk opzoeken wat voor stijl je wil en bij wie je dan moet zijn. En het is niet dat ik helemaal anti ben, maar de ambacht gaat gewoon verloren. En dat vind ik wel jammer. Ik ben inderdaad nu bezig als een autodidact. En ja, wellicht zal mijn product afwijken dat van hun. Maar het gaat uiteindelijk om de voorstelling die ik op iemand neer wil zetten. En als ik daarin slaag, dan wordt het uiteindelijk een kwestie van smaak. Yes. Ja, dat is er mooi op, toch? Even Dettol inwikkelen en dan... Nazorg. Hij belt volgende week even op om te vragen hoe het gaat. Ik wil even checken hoe het gaat. Nee, nazorg moeten mensen lekker zelf even googlen, weet je. Even googlen hoe het... Goed gedaan, Ewe. Ja, toch. Beetje tattoetjes zetten. Ik wil wel weer hier iemand.